Rachel Hazes heeft boodschap voor haar nieuwe vriend Mike. Als hij dat niet meer is, zet ik hem de deur uit. Rachel Hazes heeft een belangrijke beslissing genomen. Ze gaat samenwonen met haar nieuwe vriend Mike. Afgelopen week verhuisde Rachel Hazes haar complete huisraad van haar woning in Vinkeveen naar het huis in Meidrecht. Dat kocht ze om daar samen met Mike te gaan wonen, maar ze zijn er nog maar net of Rachel wil al opnieuw verhuizen. Ze wil terugkeren naar Vinkeveen, waar ze net vandaan komt, dat schrijft Story. Het klopt dat ik bezig ben met een huis in Vinkeveen, legt Rachel uit. Welk huis dat precies is, wil ik nog even voor mezelf houden. Het is namelijk nog niet helemaal zeker of het doorgaat, volgens Rachel is de quarantaine met Mike heel goed verlopen. Inderdaad, samen in quarantaine is een behoorlijke relatietest, maar daar zijn we dubbel en dwars voor geslaagd. Hij is nog steeds heel lief voor me, dat is hem natuurlijk geraden ook, anders zet ik hem meteen de deur uit, haha.